Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is iets voor 10 en we hebben ik heb net mijn bonusdochter uitgezwaaid en geknuffeld. We waren heel vroeg opgestaan zodat we nog even wat tijd hadden, want ze moest vandaag weer weg. Na 3 weken en 2 of 3 dagen, echt super lang, langste ooit. Het is zo jammer, ik zei het al in mijn vorige weekvlog, maar we waren echt super verdrietig gisteren, want het was gewoon heel erg leuk. En ja, de band is gewoon heel erg goed. En de band wordt alleen maar sterker en sterker elke keer weer. En je leert elkaar op een andere manier kennen. En als je 3 weken samen op vakantie bent, dan moet je ook weer een beetje wennen aan een ander ritme. En het is zo bijzonder hoe goed het allemaal gaat. En dan ja, gaat alles eigenlijk perfect. En dan moet ze natuurlijk gewoon weer weg. En dat vonden we allemaal heel erg jammer. En haar moet ook nog eens nu werken. Dus dat is ook echt een extra domper. En je kind is weg en je moet weer werken. Maar ja, ze gaat natuurlijk gewoon allemaal hele leuke dingen doen. Dus we hopen alleen maar dat ze nog heerlijke 3 weken vakantie heeft. En ik heb de mazzel dat ik nu dus niet hoef te werken. Ik zat wel te denken van ja, eigenlijk mijn bijles gaat ook niet door deze week omdat ze op vakantie zijn. En dan denk ik ja, als ik alleen maar YouTube heb, vind ik het wel heel weinig qua werk. En natuurlijk, ik moet zeggen, ik heb heel veel behoefte aan me-time. Want dat hebben we echt niet gehad. Dus ik heb ook wel mijn nagels had ik afgehaald om te gaan doen. Maar we waren echt alleen maar met z'n drieën bezig. Dus ja, ik heb ook zin om lekker even op de bank een serietje weer te kijken. Mijn nagels te doen, te gaan studeren, te gaan sporten. Lekker een beetje gewoon weer... Het normale ritme vind ik ook heel lekker hoor. Het is gewoon heel jammer dat zij er niet is. Weet je, morgen, dinsdag is ze er dan ineens niet. En dat is dan wel raar. Maar goed. Voor haar vind ik het ook zo sneu. Het is gewoon zo snel voorbij gevlogen. Ik kan er echt om huilen. Want ik ben nu echt bevoorrecht dat ik nu gewoon vanuit huis werk. Wat echt super chill is. Maar voor hem is het echt kind weer weg, weer werken. Dat vind ik echt zo zielig eigenlijk. Gewoon geen dagje om nog eventjes bij te komen of zo. Maar ja, that's life. Maar ik zit wel te denken, moet ik niet toch nog voor 2 dagen in de week een vaste baan erbij toch zoeken of zo. Of iets op mijn school of wat dan ook. Ik weet niet zo goed. Als je veel bijlessen hebt is het leuk. Maar nu ja, voel ik me bijna schuldig dat ik nog nu dan een week soort van vakantie heb. Maar ik ga ook even... Ik was echt heel moe die vakantie. Het was best wel, wat ik zeg, even wennen aan alles. En je bent ineens echt een gezin. Dus je hebt heel weinig tijd voor jezelf. Wat heerlijk leuk was hoor. Maar je snapt wat ik bedoel. Dat merk je. Dat weet elke ouder waarschijnlijk wel. En ja, nu, ik had daar ook echt wel zin om weer tijd voor mezelf te hebben. Maar ik ga lekker wasjes draaien. En een beetje schoonmaken. Onze hulp die om de week komt, die heeft nu ook vakantie. En de dag gaat voorbij vliegen. En dan wil ik weer lekker koken. Ik heb dus trouwens gisteren besloten dat ik ga stoppen met, ik wil het niet hard zeggen, maar ik zeg, weet je, ik heb waarschijnlijk geen idee hoe lang ik het dit keer vol blijf houden. Maar ik heb het onderwerp eigenlijk nooit meer behandeld en ik ben ook heel blij dat ik er geen comments meer over kreeg. Want mensen mag gewoon lekker laten wat ik wil, maar als je me langer volgt dan weet je hoe erg ik tegen dierenleed ben. En toch, sinds ik eigenlijk met z'n drieën woon, eet ik zo ontzettend veel vlees. En heb ik het een beetje losgelaten, ben ik gestopt met het kijken van al die filmpjes, want dan word ik helemaal gek. Ik zo erg en zielig. Maar hier in het ritme ben ik gewoon een beetje in meegegaan. Maar toen was ik gisteren weer op die boerderij. En dan denk ik weer van, ja, ik ben het er zo niet mee eens. En ook als ik dan die krab zag liggen. Kijk, ik ga niet stoppen met vis eten. En daarom denk ik, moet ik het wel zeggen. Want er komen er weer reacties op. Ik hoef er niet per se op te reageren eigenlijk. Ik weet ook niet of ik dit eigenlijk moet noemen. In ieder geval wil ik even stoppen met het eten van rood vlees om mee te beginnen. Dus... dat niet meer. En dan daarna misschien ook proberen om te stoppen met kip. En vis eten we eigenlijk al bijna nooit. We eten garnalen en we eten soms sushi. En dat blijf ik dan wel gewoon doen. Maar ja, ik heb nu geen zin in reacties met dat ook heel zielig is. Dat weet ik donders goed dat ook heel zielig is. En misschien ook gewoon, weet je, als het niet anders kan, maar mensen thuis het wel gewoon eten. Maar gewoon hier thuis wil ik gewoon stoppen. Om te beginnen in ieder geval met rood vlees. Dus lekker assenworstjes eten. Of speklappen. Ik at nooit varken, weet je wel. Daar ben ik echt door hun een beetje gaan doen. Daar ben ik zo tegen. Dus dat soort dingen wil ik even gewoon mee kappen. En het liefst ook met me, weet je, vaak als ik dan trek heb, neem ik even zo'n plakje, zo'n pak met 100 gram kipfilet of zo. Daar wil ik eigenlijk ook mee stoppen. Maar ik begin even met rood vlees. Ik maak mezelf niet te moeilijk. Laat ik het zeggen dat ik gewoon even wil gaan minderen. En het rode echt eventjes wil stoppen. Want ik zat gisteren weer koeien te aaien en denk ik, waarom in godesnaam zou ik jou opeten? Ik vind het zo oneerlijk. Dan loop ik er eigenlijk ook als een soort van activist over die kinderboerderij, terwijl ik het gewoon eet. En dat klopt natuurlijk gewoon niet. Dus dat. En verder hoop ik lekker veel te vloggen deze week. Maar wat een weer. Wat een weer. Ik wil ook gaan zwemmen. Waantjes trekken of zo. Dus, en ik ga proberen me niet te schuldig te voelen. Maar het voelt heel raar dat haar nu gewoon weer van 8:30 tot 5:30 weg moet naar zijn werk. En dat ik hier lekker thuis zit. Dus dan, ja. Dan denk ik van, oh, dan ga ik lekker me-time dagje. Maar ik vind het zielig dat hij dat niet heeft, weet je wel. Maar goed, oké, heel lang gekletst en gebrabbel. Heel jammer dat mijn bonusdochter weg is. Echt heel jammer. Ja. Oh, wat waren we verdrietig, zeg. Zijn we verdrietig. Maar goed, dat was het eventjes voor nu. En ik gun mezelf wel even. Ik had gezegd, ik heb echt een paar dagen me-time nodig. Maar dan denk ik, ja, ik doe even normaal. Dat heeft haar ook niet. Maar goed, oké, het zal wel. Ik gun mezelf vandaag even een lekker chill dagje. Ik moet zeggen, het kost me moeite om me weer te moeten aanzetten tot de sportschool. Vooral omdat het zo slecht weer is. Als het nu mooi weer was, dacht ik, oké, let's go. Maar ik wil dus eigenlijk dat 3 weken sport per week ga ik gewoon 100% weer oppakken. Dat heb ik nu 3 weken niet gedaan. Ik merk het aan alles. Mijn bil begint ook weer echt helemaal plat te worden. Dus dat wil ik sowieso doen. En ja, het liefst zou ik bijvoorbeeld 2 keer in de week erbij gaan zwemmen. Want ik, het kan nu, weet je. Je hebt nu tijd. Nu kan je het doen. Heerlijk. En dus mijn opleiding moet ik echt een beetje hard aan gaan werken. Dus dat ga ik ook doen. En verder gewoon even dit weekje een beetje rustig weer in het ritme komen. Nou, oké. Ik ben lekker aan het editen. Ik heb laatst een laagje van mijn nagels even afgehaald. Dat was echt 1 minuut werk, maar ik had het steeds niet gedaan. En mijn fotoboeken liggen hier dus nog. Maar het was zo leuk, want ik had met mijn schoonmoeder en mijn bonusdochter hier toen zij hier waren zitten kijken. Ik zocht gewoon een bepaalde foto om iets op te zoeken. Maar mijn bonusdochter was zo geïnteresseerd, vind ik echt zo ontzettend lief, in mijn foto's. Dus ik dacht dan, oh, niet alles. Dan sloeg ik het allemaal over, weet je. Maar ze heeft gewoon 4 albums helemaal lopen bekijken. Zo leuk dat ze daar dan interesse in heeft. Echt, hey, Omi. En ook mijn oma zag ze de hele tijd en die heeft ze natuurlijk ook gekend. Dus, nou, leuk. Hier, mijn ouders zijn nu bij haar in Spanje. Maar dat vond ik echt heel leuk. Dat ze dat zo leuk vond. Oh, wauw. Dat oude huis. Sommige mensen die reageren wel eens van, oh, je moet dat met je zingen gaan doen. Maar die weten niet dat ik echt al mijn hele leven altijd heb gezongen. Ik sla nu random bladzijdes open. Deze bladzijdes heb ik niet eens. We zaten even gekeken eigenlijk. Heel leuk. Oh, dat was bij het kindersongfestival. Het is weer tijd voor random koken met dingen die we in de koelkast hebben. En nu ga ik een soort van saus maken van blauwe kaas. En brown butter. Lekker gezond. Maar niet heus. En een uitje die nog in de koelkast zat. Ik heb geen idee of dit iets wordt. Er zag ik iets van room bij. Maar ik heb alleen dit. En dit is zo'n neppe smaak. Oh, deze geur is heel erg heftig. Ik weet niet of ik dit lekker vind. Ja, dan moet je iets bij, want dit is veel te vet. Heel ziek. Dat is even weggevallen. Dit ga ik dus niet meer eten, want dat ga ik er voor haar bij bakken. En dan dit. Tomatensla hoeft eigenlijk niet. Wat hebben we dit ook nog over? Een beetje glut erin. Nog een beetje van dit. Dit is echt geen gewone saus. Er wordt nog melk bij gaan. Nu is het echt een saus. Ik ben nooit zo'n fan van die romige saus, maar dit moet lekker zijn. Ik kan er nog bloem door doen, maar dat vind ik ook niet zo lekker. En dit ziet er wel goed uit. Oh, het smaakt echt ziek goed. Wow, is bizar. Dit is niet heel fotogeniek gerecht met zo'n saus. Maar is eigenlijk iets van, hoe heet het, peterselie of zo moeten, maar lekker boeiend. Hij is wel echt super lekker, die saus. En truffelpasta, hè. Dus het is haar champignon met blauwe kaas schijnt een hele goede combi te zijn. Ik ben benieuwd. Nou, ik vind het heel lekker. Heel veel smaak. Zo hé. Ik vind hem echt super. Ik vind hem echt een 10, de saus. Die truffel samen vond ik het dus echt mega lekker. Heel heftig, maar ik vind het echt de perfecte combi. Maar deze pasta is wel lekker met alleen olijfolie. Dit is super veel smaken, maar ja, ik vind hem heerlijk. Jongens, het is zover. Ik ga weer sporten na 3,5 week. Ja, ik heb er dus zeg maar steeds zin in om te gaan totdat ik zeg dat ik echt ga. Zeg maar, gisteravond in bed dacht ik echt, oh my god, ik heb echt zin. En nu denk ik echt, oh my god, ik heb echt geen zin. Ja, dat is dus met sport. En dat is iedereen die ook zegt van hoe hou je het vol? Ja, door het dus te blijven doen. Want zodra je stopt, ben je schaap. Sinds de vakantie eet ik trouwens gewoon een beetje kruisli in mijn yoghurt. Niet heel veel, maar wel een beetje. Ik wil vooral die kleine crumbs, zeg maar niet die grote stukjes koek. Gewoon een beetje voor de crunch. En als ik mijn eigen vlogs edit, dan denk ik echt, oh my god, het lijkt echt alsof ik 60 kilo zou moeten zijn aangekomen na deze vakantie. En deze 2 weken thuis met wat ik allemaal eet. Maar ja, ik heb het al vaker gezegd, alles wat ik film is meestal ook wat ik eet. Dus, en ik vind het dus heel leuk om eten te laten zien. Maar de laatste tijd is het echt alleen maar eten. Bizar. Maar goed. Wel heel leuk, maar daardoor... ik ben niet aangekomen of zo. Toen ik terugkwam van vakantie was ik zelfs 1 à 2 kilo kwijt. Omdat we daar natuurlijk heel veel hebben gesloemen en bewogen. Terwijl we daar ook gewoon pasta, pizza, alles hebben gegeten. Maar wat ik zeg, alles wat jullie een beetje zagen is ook wat we aten. Dus ook die borrel, de barbecue en salade was dan zeg maar gewoon altijd ons avondeten. En overdag, nou ja, ik heb het natuurlijk gefilmd. Vaak at ik 's ochtends een yoghurtje. Heel soms een eitje. Veel water maar doen. Ja. Maar ook echt wel koolhydraten. Alleen hier, ik eet nog steeds niet echt boterham hoor. Alleen als we dus een keertje wel brood of pizza aten, deed ik daar helemaal niet moeilijk over. Ik weet niet, ik heb het gevoel dat EMDR sowieso echt heeft gewerkt. Want als ik mensen nu hoor over bijvoorbeeld, oh my god, er zit suiker in deze draad en dat is heel slecht. Of oh, hoeveel calorieën zit hier? En dan denk ik, oh mijn god, ik ben hier echt totaal niet meer mee bezig. Ik denk dat EMDR daar echt aan bij heeft gedragen, kan niet anders. Maar ik denk ook gewoon van, het werkt helemaal niet voor mij. Want ik hou dingen misschien niet super lang vol, maar ik heb zo'n 3 maanden keto gegeten. Er gebeurt helemaal niks, weet je wel. Misschien dat je je wel lekker fit erbij voelt, zomaar qua dieet afvallen werkt het niet. Als je me lang volgt, weet je dat ik alles altijd heb geprobeerd. En uiteindelijk komt het er toch weer aan als het wel werkt. Shakes werken niet. Ik heb die orange fruit shakes gedaan, zoals 2 op een dag. Dan had ik echt 2 shakes op een dag en avondeten zonder koolhydraten. Ik val er niet van af, ook niet als ik het lang volhoud. Dus ik heb echt iets van, ja, mijn lijf wil blijkbaar dit zijn. Wat ik wel weet is dat bewegen voor mij heel erg werkt. Krachttraining val je niet van af, maar voel je gewoon lekker door in je lijf. Word je sterker van en strakker. En verder bewegen. Dus ik heb ook echt tegen mezelf gezegd, oké, in de sportschool ga ik echt weer een beetje die sterrenmasser doen en de loopband en er lopend naartoe. Want voor mij een lichaam, en het verschilt ook echt wel per lijf, maar iedereen heeft dat wel. Maar voor mij is bewegen echt key. Want nu ik thuis ben, voel ik me wel weer opgeblazen. Want we hebben echt best wel lekker gegeten en ik ben gewoon eigenlijk nog helemaal niet buiten geweest. Omdat ik zoveel behoefte had om lekker thuis te zijn. Dus nu merk ik wel weer dat wat er af was, er weer aan is. Dus ik schommel zeg maar zo rond met 2 kilo ongeveer. Maar dat ik iets kwijt was op vakantie, dat is natuurlijk best wel bijzonder aangezien we echt heel veel lekker hebben gegeten. Dus dat komt gegarandeerd door de beweging. Nou, maar verder boeit het me dus zeg maar niet heel erg veel meer. Ik voel me gewoon helemaal prima en ik ben er helemaal niet mee bezig. Meestal, niet zoals eerst. Dus dat is top. Ik ga even lekker dit eten. Koffie. Ik heb nu dus weer een havercappuccino. Ik was ook dus gestopt met haver. Want mensen zeiden, oh suikers, koolhydraten. Het boeit geen reet of je een havercappuccino of een melk cappuccino neemt. Maakt allemaal niet uit. En dit is beter voor de dieren. Zo. Echt. Doe lekker wat goed voelt. En natuurlijk draait het uiteindelijk wel om je calorieinname. Maar ik bedoel meer dat als ik... Ja, de keren, jaren geleden dat ik echt calorieën ging tellen, ben ik wel wat afgevallen. Maar zodra je weer normaal doet, komt het er bij mij gewoon weer bij. Ik geloof wel dat bepaald lichaamsgewicht een beetje bij je past. En dat het dan, zeg maar, dit kost me geen moeite om zo te blijven. Ik kom ook niet aan. Maar als je iets afgaat, komt het er wel weer heel snel aan. In ieder geval, tuurlijk. Maar ik bedoel, met wat goed voelt bedoel ik ook. Het voelt ook niet goed om zwaar boven je calorieën te gaan op een dag. Dat voelt helemaal niet lekker. Dus. Maar of je nou koolhydraten eet of fruit. Of ik heb maanden geen fruit gegeten, weet je wel. Ja, het doet niks voor mij. Dus heel goor dit, zo'n grote lepel. Maar ja. Dus ik ben in ieder geval vrijer in mijn hoofd. Het boeit me allemaal niet meer. Ik zie ook in mijn vlogs dan weer dat ik er wat voller uitzie en dan wat minder. Ja, dat is nou eenmaal gewoon zo. Ik eet in ieder geval heel gezond. Als ik iets slechts eet, zien jullie dat eigenlijk altijd. Dus dat zijn dan leuke dingen om met jullie te delen, vind ik. Nee, ik voel me helemaal prima, helemaal toppie. benen, armen, alles gedaan. Het ging niet zo goed natuurlijk als normaal, want je hebt 3,5 week niet getraind. Maar ik kon bijna alles eigenlijk, nee, alles kon ik nog op hetzelfde gewicht. Dus dat vind ik wel tof, dat dat niet afneemt. En ik heb meteen weer zin om gezond te gaan eten. En lekker een proteïne shakeje te nemen. Weet je wel, dat soort dingen. Maar ik vind het wel tof, want je merkt wel dat... Ik heb expres op vakantie niet... Ik hoor ondertussen geus en gorgels door me heen praten, maar... Op vakantie dacht ik expres, ik laat het los. Wel lekker veel gezwommen. Hoi! En vlog is het weer zo awkward. Maar ja... misschien horen jullie me niet eens door de wind. In ieder geval, je kan het echt wel even loslaten en daarna weer oppakken, weet je wel. Ik kon misschien iets minder herhalingen. Maar overal goed. En qua lichaam zie ik het enorm hoor. Vooral qua benen en billen. Ook als je daar weer in een sportschool staat, dan heb je natuurlijk nog in je hoofd hoe het 3,5 weken geleden eruit zag. Zag ik echt dat mijn benen zoveel minder getoond waren en mijn billen. Maar ja, dat is logisch, want je hebt 3,5 weken niet gesport. Maar ik vind het wel leuk dat de kracht die je hebt opgebouwd, want daar doe ik het ook voor, dat die dus niet weg is. Of vrijwel niet. Dat je die zo weer opbouwt. Dat is wel fijn. En nu gewoon weer even knallen. Ja, wat je dan de laatste maanden hebt opgebouwd. Ik denk dat dat dan wel sneller terug is, want je spieren hebben natuurlijk geheugen. Dus. Misschien na 2 weken trainen is het weer een beetje in vorm. We'll see. Ik heb in ieder geval bijna niks gefilmd. Maar ja, het is nu super heet, dus ik heb veel te warme kleren aan. Nederland is zo raar. Ik had serieus bijna carpaccio gekocht. Toen dacht ik, oh nee, ik eet geen rood vlees meer. Dit was volgens mij goedkoper dan normaal het trosje bananen. Ik ging het voor de grap eens wegen. Toen dacht ik, dit is gewoon goedkoper. We hadden dus allemaal lekkere kaas gekocht bij die boerderij bij La Place, maar ook bij het Geertje. Die ik trouwens echt vond tegenvallen. Maar daar had ik nu wel zin in. Dus dit eet ik voor lunch. Hallo chicken en chicken wings. Wij kijken dus Ziek Chill. Haalt op dinsdag altijd om 3 uur thuis. Omdat mijn bonusdochter dan uit school wordt gehaald door hem. Maar ja, die is er nu natuurlijk niet. Dus hij was alsnog vroeg thuis. Dus we gingen een beetje chillen. En toen dachten we, waarom gaan we niet gewoon lekker om 4:45 al een film kijken? En ik had in de podcast bij Monica gehoord over een film Our Friend op Prime. En we hebben Prime. Dus die zijn we nu aan het kijken. En zij zei dat ze heel veel moest huilen. We hebben nog niet geld, maar het is een hele goede film met Dakota Johnson. Het is echt een hele goede film. En... ik heb natuurlijk vandaag weer gesport en hij wilde eigenlijk weer gaan rennen. Dus toen besloot hij om nu even lekker als break te gaan rennen. Want de film duurt nog 1 uur en 4 minuten. En heb ik eventjes de kip in oven gedaan. Dan ben ik weer tomaatsla aan het maken. Ik ging hier zitten omdat mijn camera hier was. Hi Poesie, ben jij er ook nog? Die ligt alleen maar beneden. Zijn we er eindelijk weer? Is jij er nooit? Gaan we naar buiten. Dus we hebben hier dus nog geen gordijn. Dus we hebben lekker dat opgehangen. Hij is eventjes lekker rennen. Dat duurt toch maar 10 minuten. En ik maak sla. Maar dat is echt een filmtip. Zo lelijk ziet je sla er dus uit als er nog niks op ligt. Sowieso zijn deze kapjes allemaal een beetje lelijk. En ik heb dus light mozzarella. Ik ben benieuwd. Nou, we hebben ook nog de film All Inclusive gekeken. Een Nederlandse film op Prime. En die is ook echt leuk. Ja, haar vond hem ook goed. Die vindt Nederlandse films toch vaak een beetje mooi. Weet je wel, dat soort films. Als je denkt, een Nederlandse film over een All Inclusive vakantie is meestal een beetje zo'n niet hele goede film. Gewoon kijk lekker weg. Maar deze was echt leuk. Dus ook een tip. Niet zo goed als die vorige, maar wel leuk. Hallo, ik ben net wakker, maar oh my god, het geheugen van je spieren is bizar. Ik kreeg gewoon gisteren na 1 uur al spierpijn. Terwijl normaal voel ik het pas na 2 dagen of zo. En ik heb niet goed geslapen, dus ik zei tegen haar, oh my god. In de vakantie sliep ik ineens best wel goed. Maar we waren ook elke avond moe, maar ik sliep echt zoveel beter tot gisteren. En ook samen, wij kunnen heel slecht samen slapen. Ik kan heel slecht samen slapen. Het ging helemaal goed. Helemaal blij van, oh my god, eindelijk gaat het goed. En nu zie ik slecht geslapen. Dat hij in de logeerkamer ging liggen. Ik kon gewoon niet slapen. Ik lag alleen maar te woelen. Ik sliep gewoon niet. Hij zegt dat ik een kind ben op mijn camera. Okay. Maar dat is niet zo mooi. Toen dacht ik, oh my god, dat komt het door de krachttraining. En toen zei hij van, ja, dat het nu een keertje, jeetje, spierpijn. Ik heb ook natuurlijk, ik ben ook altijd dom, want ik ga net zo hard trainen. Dus ik zei al, ik kom minder herhalingen. Maar ik ging gewoon door tot ik net zoveel herhalingen had. Dus ik heb echt mijn lijf natuurlijk het zwaar laten schrikken. Maar ik vraag me dus af van, ik ga het straks googlen. Kan je dus gewoon slecht slapen door krachttraining? Dat zal wel eventjes heel erg balen zijn. Want wat heb ik een stuk beter geslapen. Zeg niet dat ik fitter was of zo, maar toch. Veel lekker geslapen de afgelopen tijd. Dit is de simpele variant van banaanpin en kaaskoekjes. Dit is mijn snelle lunch, want ik ga even weg. Dit is de eerste keer in maanden dat ik een losse banaan eet. Wow. Lekker. Oké. En mijn ontbijt was zo'n orange fit shaky. Dus niet heel veel gegeten. En het is nu 2:30 al. Ik ga eventjes naar de Bouwhof lopen. Want dat is dan 20-25 minuten lopen. En dan ook weer terug. Want dit viel dus uit onze kraam. Dus H wilde dat dan meteen gaan kopen. Gisteren zei ik, geniet nou maar even van je vrije dag. Ik heb veel meer vrij. Laat mij het maar even kopen. Maar ik ga eerst even langs Action. Want ik wil dus kijken. Daar loop ik langs. Of ze van die oma dingen hebben. Weet je wel, van die trolleys. Want ik vind het echt voor oma's. Maar het is zo handig. Als ik dan straks terugloop van de Bouwhof, wil ik eventjes langs de supermarkt. En hoe chill. Bij de Bouwhof zit trouwens ook een kringloop. Maar die vind ik niet zo leuk. Maar misschien moet ik daar ook even heen. Als je dan dus niet hoeft te tillen maar zo'n trolley hebt. En jammer dan dat ik er dan uitzie als een oma. I don't care. Eigenlijk, wat boeit het. Ik had trouwens mijn nagels helemaal kort geknipt. En eventjes een neutraal kleurtje opgedaan. Dat heb ik net gedaan. De vlog is klaar. En dan ga ik nu weg. En daarna ga ik studeren. Het is eigenlijk al te laat. Maar goed. Eerst even dit. Het raam staat open. Dan hoor je echt ziek hard weg. Eerst even de Action. Kijken of ze dat ding hebben. En ik vergeet trouwens continu water te drinken. Ik dacht dat ben ik toch sloom. Had ik nog geen water op. Kwart over twee, geen water. Ik zou er ook wel een matcha willen, maar... Oh, die bananenpindakaas is echt geweldig trouwens. Dat is ook echt... Dat heeft zoveel voedingsstoffen, zoveel voedingswaarde. Je denkt dan eet je alleen een bananenpindakaas, maar... Daar kan je echt lang op teren. Ik ben zo blij dat ik weer bij gaan sporten. En je ziet het ook wel in de vlog. Ik ben gewoon echt wat minder. Je ziet het gewoon. Dus ik ben heel blij daarmee. En mijn haar is ook echt minder chill en zo. En mijn wimpers. Ik weet niet of het ook aan sporten ligt. Wat dan ook. Want we hebben op vakantie best wel gezond gegeten. Hè? Op een paar keer pizza en zo na. Dus nou, ik weet niet. Oké. Kijk, het ding is. Ik wil dus geen fles mee. Als ik zo'n kar heb, wil ik wel een fles mee. Maar als ik nu veel drink, moet ik zo plassen. Maar ik plas echt binnen 5 à 10 minuten alles eruit. Hè? Dat is echt bizar. Dat ik echt denk, slaapt mijn lichaam wel water op? Ze hebben alleen maar dit. Dat vind ik dan toch wat minder handig. Got it. Ook bij de massa daar. €13 bij de Kruidvat. Ik ga hem even in elkaar zetten. Nou, dit is fantastisch. Wieltjes voor opklikken en klaar. Het is geen hele luxe versie. Ik zag dat je echt voor €5 meer heb je met koeling erin en alles. Maar I don't care. Ik wil het echt al heel lang. Granny style. I love it. Nou jongens, we zijn lekker met de benen dagen. Er paste nog net een pot basilicum in. Hij zit echt voller dan vol. Ik voel het zelfs in mijn rug. Omdat hij zo zwaar is en je natuurlijk aan één kant tilt. Maar ik vind het een uitkomst. Want dit motiveert me wel zeg maar om... Dagen dat ik dus niet sport, bijvoorbeeld even naar de appie te lopen of zo. Dat je gewoon eventjes toch gaat wandelen. Want soms denk ik, ik ga wel wandelend boodschappen doen. Maar ja, die tas tillen is echt niet te doen. Dus ik ben hier wel heel blij mee. Nou, het is bijna 4:45. H komt alweer thuis. En dan gaan we weer lekker eten, serie kijken. Dan heb ik weer niet gestudeerd. Oh, ik ben zo goed hierin. Oké, dit zijn mijn boodschappen. Ik ben bij de appie en de Lidl geweest. Dit vind ik altijd zo duur, skier, maar het is wel heel lekker. En ik wilde al heel lang een keer die luchtige proberen, dus die heb ik nu gekocht. Die waren 1,10 in de bonus, maar deze wil ik ook wel een keer proberen. Volcora vlokken, voor weer van die koekjes of zo. Chiazaad voor weer chia pudding. Ik wist niet zeker of ik het nog had. Maar kwark, dit kreeg ik gratis bij de Albert Heijn. Nederlandse tomatoes. Kers, mozzarella, kokosmelk. Voor haar. Dit vond ik leuk. Voor bonusdochter op school. Heel ongezond, I know. Maar het is wel een keertje leuk. Dit is de lekkerste burrata met truffel ever. Ik ben zo blij dat ze die hadden. Deze is ook heel lekker. Dit vind ik altijd wel grappig. Het is gewoon surimi. Een soort aparte mandarijntjes. Dit voor vanavond weer mijn pasta met die kaassaus. Want die was over. En ik vond het zonde om het niet op te maken. Lekker fruit. Ik vind echt de Albert Heijn. Mensen zeggen dat het duur is. Maar je hebt echt goede aanbiedingen. Nog garnaaltjes. Pruimen. Dit vond ik leuk voor haar. Vooral omdat ik nu geen varken en zo meer ga bereiden. En dit zijn een soort van bananenchips. Van groene bananen, normale bananen. En dit is iets met pittig. En verder, al was ik ongesteld, had ik die niet meer. Nou, ik ging dood. Dit is echt namelijk heel goed. Dus 4 pakjes en dit voor de volgende menstruation. En dat was hem. Oké, jongens, nog een filmtip. Weer zo'n goede film. En hij duurt weer 2 uur op Prime. Maar ja, allemaal goede films deze week. Dit is echt een aanrader. Kijk, dit was die van gisteren trouwens. Die is niet echt een 10 waard of zo, maar was wel gewoon echt heel leuk. Good morning. Deze kokosmelk is trouwens echt heel lekker met matcha. Ik heb het volgens mij al vaker gezegd. Maar gisteren dacht ik weer, oh, dat is toch wel heel lekker. Ik ga even kijken of je hiermee ook chia pudding kan maken. Ik heb al eens chia pudding gemaakt, omdat ik de hele zak laat vallen. Dat is echt een ramp. Maar, ik dacht ineens matcha chia pudding. Nee, even eerst basic. Maar ik had het dus vorige keer met echte kokosmelk gedaan. Kokosmelk, dit noemen ze nu ook kokosmelk. Maar kokosmelk is gewoon kokosmelk. Is dat wat ik bedoel? Wat je door curry's doet en zo. Dat is natuurlijk zo vet en ook helemaal niet per se heel lekker. Dus ik heb het idee, mensen noemen niet echt wat ze gebruiken, maar ik heb het idee. Ik denk dat dit zijn mini kleine stukjes, hè? Nou, als hier water bij komt. Dat ze gewoon kokosmelk dit gebruiken. En dat het dan wat dunner wordt. Maar dan hoef je er ook geen honing of zo bij te doen. Ik doe even 4 schepjes. Misschien is het te veel. Ze zeggen het moet de hele nacht, maar volgens mij kan je het ook wel gewoon na 2 uur al. Ik weet niet of dit genoeg chia is, zie je dit? Ik denk dat hij heel dun is. Net als wat ik in Straatsburg had, het kleine bakje. Dat is heel lekker, maar echt heel dun. En als je dit dus blendt, ik heb het nooit gedaan. Dat soort dingen wil ik niet doen, want dat is allemaal heel lekker. Maar het is alsnog heel calorierijk eigenlijk. Dus dan gaan ze er chocoladepudding van maken, weet je wel. Nou, ik laat het even zo. En dan ga ik dit dus in de koelkast zetten. Maar nu wil ik dus weer van die mooie jars hebben, weet je wel. Met die mooie dekseltjes en een lepeltje erbij. En zo. Maar goed, we gaan dit even zo afwachten. Deze potten zijn trouwens 3,29 bij de appie. Dat is ook wel een tip. En dan neem ik lekker nu dit als ontbijt. En deze mandarijn is zo'n verdroogde mandarijn zonder sap. Maar oké, ik ga hem niet weggooien. Alright, het is 12 uur en ik heb nu een intake met een moeder volgens mij. Voor een meisje die online bijna zit. Maar ze is pas 5. Ze gaat naar groep 3, ze heeft moeite met hakken en plakken. Dus ik weet niet of het online gaat werken. Maar we gaan in ieder geval even een intake doen. Hallo. 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 Hoort u mij? Oh. Ja? Ja. Oké. Okay. Doei. Nou, leuk. Uiteindelijk 25 minuten in plaats van 10. Maar een meisje van 5 die naar groep 3 gaat en moeite heeft met hakken en plakken. En een meisje van 10 die naar groep 7 gaat die moeite heeft met begrijpend lezen. Nou, beide dingen waar ik goed in ben. Mijn specialties. Begrijpend lezen was ik echt... Toen ik daar eenmaal de focus op legde in groep 4 ging de CITO's echt als een gek omhoog. Dus dat vind ik heel leuk om daarmee te helpen. En ik zei ook, dat is zo belangrijk. Vind ik eigenlijk bijna een van de belangrijkste dingen van school. Want dat helpt je met studeren, wat ik nu overigens ga doen. En ik vind het heerlijk. Het is helemaal niks voor mij om... Nu ik geen bijles heb deze week, denk ik echt... Jongens, wat moet ik? Ik moet echt structuur. Zeg maar niet alleen omdat ik structuur nodig heb, maar ook gewoon omdat ik... Ja, het houdt je... Het slaat... Niet alleen maar YouTube doen, dat kan ik echt niet aan hoor. Dat is zo... Hier, nu ben je meteen weer actief. Je hebt mensen gesproken, je hebt gewerkt, je krijg je natuurlijk niet voor betaald. Maar lekker, heerlijk. Oké. En dit is dus online, dus nou ja, als het werkt is het fijn, want het is ook super chill. Want dan hoef je niet te reizen, maar je bent toch lekker aan het werk. Het weer is zo terug. Ik ga dus bij mijn schoonouders eten. Tot donderdag met haar. Ik deed dat dus eerst nooit, maar nu weer wel. Dat is gezellig. En chill, maar lekker en makkelijk. Maar ik wou dus ook gaan wandelen, maar wat dan weer. Het is echt deprimerend. Het is trouwens time for lunch. Lactosefree magere kwark. Heel klein beetje krusli, crumbs. Framboos, blauwbessen, protein drops en wat noten. Een goede gevulde bak. Ga ik lekker opeten. Ga ik beginnen. Oh nee, ik heb nog 1 hoofdstuk van deze. Hoofdstuk 12. En ik heb deze paranoten bij de Lidl gekocht. Die smaakt echt vies. Volgens mij is het 4 weken geleden dat ik heb gestudeerd. We gaan weer verder. Hashtag ADD. Hoofdstuk 12. Het punt is dat ik straks alle hoofdstukken heb afgewerkt. Moet ik ook nog eens echt een maand fulltime gaan leren voor de echte toets. Ik heb altijd gezworen dat ik nooit meer ga studeren. Dit is de reden. Maar ik ben het toch weer gaan doen. Focus. We kunnen het gedrag van dieren weergeven met de 4 V's. Welke hoort er niet bij? Vechten. Vluchten. Voeden. Verdedigen. Een klassiek voorbeeld van en een moet er staan. Een bekend grapje binnen de biologie is om het gedrag van dieren aan te geven als de 4 F's. Fighting, vechten, fleeing, vluchten, feeding, voeden en fucking, er staat ing, voortplanten. Voor die laatste F konden ze geen netwoord vinden. En dus blijft ze onuitgesproken. En in Nederland kunnen we wel gemakkelijk van de 4 V's. Oké, dus welke worden er niet bij verdedigen. Door welk deel van de hersenen worden emoties aangestuurd? De hersenschors, de kleine hersenen, het limbische systeem, het telencephalon. Door het limbische systeem. De hypothalamus, die klinkt wel heel bekend, die verantwoordelijk is voor een groot deel van onze hormoonregulatie, vormt een onderdeel van het limbische systeem. Het is echt hoe mensen dit altijd kunnen onthouden. Ik begrijp het niet, maar bij mij werkt het niet zo. Ik onthoud het gewoon niet. Waarschijnlijk als ik nu mijn SVA-diploma opnieuw moet halen van een jaar geleden of zo, zou ik het ook niet meer weten. Behalve de dingen die ik ben blijven toepassen. En echt van praktijk weet ik alles. Ook van waar ik heb gewerkt, ik weet alles nog. Maar theorie die ik niet heb hoeven toepassen, dat vergeet ik gewoon. Ja, waarom zou ik dit onthouden? Ik heb 40.000 liedjes in mijn hoofd die ik al moet onthouden. Nee, oké. Waar bevinden zich de benodigde structuren voor het beheersen van de emoties? In de hersenschors, in de kleine hersenen, in het limbische systeem of in het telencephalon. Als ik dit op mijn toets krijg, hè? Het beheersen van emoties vindt plaats in veel jongere delen van de hersenen. De benodigde structuren voor de beheersing van emoties bevinden zich vooral in de hersenschors. Had u dat goed? Woehoe! Nou, ik vind het geen leuk hoofdstuk, om eerlijk te zijn, omdat het allemaal niet echt tastbare dingen zijn en ik hou van tastbaar. Hier, welk nieuw inzicht biedt de James Lange theorie? Paul Ekman. Ik vind het wel weer leuk dat Paul Ekman, blijkbaar dit onderzoek, acteurs heeft hij gevraagd om emoties uit te beelden. En toen heeft hij over de hele wereld in landen zoals Zweden, Japan, Kenia, ongeschoolde mensen uit geïsoleerde stammen in Nieuw-Guinea, allemaal die foto's voorgelegd en iedereen benoemde dezelfde emoties daaruit. Kan hij een soort van opmaken dat het dus aangeboren is, die emoties. Wat waren vreugde, verdriet, woede, angst, verbazing en afschuw. Dat is wel interessant. Sowieso vind ik alles wat aangeboren blijkt te zijn en zo ook wel heel interessant. We gaan even deze rare dingen proeven. Volgens mij heb ik het ooit geproefd en vond ik het zwaar tegengevallen. Maar het is een surimi, dus gewoon koolvis ofzo. Die eruit ziet als een... Het ziet een beetje uit als een vegan shrimp. In rapeseed oil with lemongrass and mint. Die binnenkant ook echt. Gewoon. Ik kan het niet lekker noemen. Ik doe er even wat zout op. Het is eigenlijk net alsof je gewoon een plakje mozzarella eet met niks erop. Het heeft zeg maar geen smaak. Maar die olie erbij vind ik niet per se. Het geeft mij maar gewoon een losse surimi-steak. Visbereiding op basis van visspiereiwit. In garnalenvorm in koolzaadolie. Wat klinkt dat ontzettend lekker, zeg. Laten we deze dan ook nog even proeven. Ik film weer alles wat ik eet op een dag. Dus wat ik dus vandaag allemaal film, dat is wel alles wat ik vandaag eet. Dit is green banana. Ook niet echt lekker. Ja, prima. Kan niet echt uitleggen. Ik wil dus eigenlijk al een tijdje een strawberry matcha maken, omdat het er zo lekker uitziet. Maar ik weet niet of het lekker is. Ik haal altijd zo het groen eraf, want dan verspil je geen aardbei. Ik snap nog steeds niet dat mensen... Misschien heeft iemand hier iets aan, maar ik snap echt niet dat mensen... Je kan trouwens het groene gewoon eten, maar ik vind het niet lekker. En nu al helemaal niet. Maar waarom zou je zoveel aardbei eraf snijden? Ik ben ook niet echt een voorstander van vers fruit pureren. Als ik iets in de blender doe, wat ik eigenlijk nooit doe. Fruit moet je niet drinken, vind ik, maar eten. Want je krijgt een load aan suiker binnen en je eet zoveel meer dan je door hebt. Dat vind ik gewoon, maar ik geef hen van, maar nu ga ik het op. En als ik het pureer, vind ik dat je bevroren fruit moet gebruiken, want dat is gewoon goedkoper en je maakt er niks van. Als je iets pureert, merk je het niet. Dat blauwe bessen, door de yoghurt doe ik verse, maar ga ik het door iets heen mengen, doe ik bevroren. Oké, dan doe je dit. Ter info, ik had eigenlijk al moeten wandelen naar mijn schoonouders nu. Tada! Het gaat er sowieso lekker uitzien. Kijk, dit is even wat hele pure matcha. Maar dan zit er nog zo ontzettend veel in je kop en in je whisk. Dus dan spoel ik nog even zo. Die whisk. Niet per se heel mooi, maar het ziet er wel cool uit. De bedoeling was trouwens dat ik ging lopen en nog even door de stad kon lopen, maar ik ben veel te laat. Oké, Marietje zit echt op de bodem. Ik denk dat je het gewoon even helemaal moet mixen eigenlijk. Ik heb nog nooit matcha met haver. Tenminste al heel lang niet. Het is heel raar. Aardbeien zit vast in mijn rietje. Ik snap wel dat mensen het lekker vinden, maar in mijn hersenen klopt het niet. Het is wel lekker eigenlijk, maar ik had eigenlijk niet haver moeten doen. Daardoor weet ik dus niet... Oh my god, is het beeld vertraagd? Oh nee, het was niet vertraagd. Maar daardoor weet ik niet precies, want ik vind matcha met haver echt een lekkere combi. Heel romig. Dus daardoor kan ik het wat minder makkelijk beoordelen, maar mijn matcha is vrij sterk en je proeft de aardbei niet heel erg. Ik kan het echt niet uitleggen. Het is wel lekker, maar het geeft een aparte toevoeging, maar ik kan niet uitleggen. Nou, leuk, dat was het. Ik had mijn camera opgeladen en nu heeft hij 5%. Ik ga ook echt precies als het over 5 minuten gaat regenen naar de lopen. Ja, nu heb ik geen batterij. Als ik geen batterij heb, vind ik het niet leuk, want dan kan ik niet vloggen. En nu? Ga ik nu weer terug. Oh. Dit is mijn straf voor te laat weggaan. Alle druppels vallen op mijn natte voeten. De verleiding is heel groot om dit te kopen. Maar ik doe het niet. Wat is dit? En dit. Why? Oké, ik ben bij de Normal geweest en ik heb dit even nu. Want het is al 6:30 en ik heb honger. Maar hoe chill is dit? Het kost nog geen €2. Nou schoonmoeder, wat eten we vanavond? Wij eten rauwkost en kip in en nu uit de zak. Lekker. Met een broodje. Salata. Dat weet je niet wel, dat het lekker is. Want zij is ook lekker, dus dan is het eten ook lekker. Ja, ja zeker weten. We zijn benieuwd naar dit, wat ik heb gekocht bij de Normal. Het is marzipan en een dubbele layer of premium dark chocolate. Weinig als haar muziek thuis. Heel benieuwd hiernaar. Zo gaat het er hier aan toe. Osta? Osta? Ik krijg dit hele mooie geluidje. Ja, ja. Mijn muziek ook wel. Heel ja? Goed zo. En Charlotte gaat hem aansteken. Aansteken? Maar wat is het? Chocola. Maar... Mooi, deze komt dus uit het macaronwinkeltje in Straatsburg. Oh. Oh. Waarom ligt het dan ineens? Huh? Hier staat dus award-winning chocolate brand. Ja, ik vind marsepein erg lekker. Ik ook hoor. Ja, en de marsepein is heel zacht. Ja. Niet zo hard. Ja, lekker. Kijk deze courgette uit de moestuin. Allebei. Kijk deze binga. Wow. Good morning. Ja, er is een klein zonnetje, poesie. Ja. Let's see. Had ik verteld dat ik hem in de blender had gedaan. Het werd niet dik genoeg. En nu is het vrij dik voor hoe dun de kokosmelk is. Zodat ik er niet veel te veel neem, zoals altijd. Eigenlijk heel slimy. Ik weet niet of ik dit beter vind hoor, qua structuur. En een beetje bitter. Heel klein beetje. Dat ik maar het gewoon opmaak. Ja, dit is waarschijnlijk veel te veel hè. 4 lepels chiazaad. Waarschijnlijk heb ik dus nu weer veel te veel gedaan. Ik doe gewoon eventjes, ik heb niet heel veel zin om weer heel lang over te doen. Wat blueberries. Mango lijkt me ook lekker erbij. Dan raspberries. Mensen nemen altijd heel weinig chia. Heeft dat een reden? Waarschijnlijk zitten er heel veel calorieën in chia. Dus ze doen er vaak bananen op, maar ik kom al bananen bewaren voor een peanut butter snackie. En deze mango is dus bevroren. Ik pak even wat kleine stukjes zodat ze snel ronddooien. Het ziet er niet zo mooi uit, maar ik heb niet echt zin. Als je dat dus met cacaopoeder doet, heb je net chocolate pudding, lekker. Dat heb ik niet gedaan. Oké, dit is nog eventjes hier, zodat het ontdooit. Dit is echt veel nog wel milieu, maar ik had even niks anders. Ha, en ik moest gisteren een beetje heel hard lachen bij zijn ouders toen we het hadden over onze koelvriezer. Die, als je één ding pakt, net als micro, valt alles eruit. Dus ik ga dit eventjes organiseren, maar het probleem is, en dat is echt waar... Die plank is kapot, die past niet, dus die moet een soort verlengd worden. Die is uitgezet denk ik of zo. En daardoor is het gewoon Mikado. Maar er liggen ook dingen die we nooit gebruiken. Dit is echt allemaal bonusdochter La en zo. Maar hier liggen ook dingen in die echt wel weg mogen. En dit is van mij trouwens. Maar dit is volgens mij al allemaal overlaten. Oh, 26,7. Ik eet geen ijs. H eet eigenlijk ook geen ijs. Oh, wat lekker dit. Reality check. Nou, dit is waarschijnlijk ook zwaar overlaten. Nee, niet. Ja, dan ga ik het dus niet weggooien. Nou, ik ga dit even aanbakken. Dat vinden jullie waarschijnlijk heerlijk om te zien. Zoveel ligt er nou ook weer niet in. Dit was echt heel vies. Dus sorry, dit ga ik gewoon weggooien. Dit was zo vies. Dat vind ik gewoon, dat ga ik gewoon niet eten. Jammer dan. Voedselverspilling moet nu helaas. Ja. Oké, ik heb niet schoongemaakt, want dan gaat hij echt helemaal nu veel te lang openstaan. Maar even alleen opnieuw ingedeeld. Nou, prima. Goodbye. Oh. Lekker hoor. Niet te zoet, gewoon net precies zoals de kokosmelk, zeg maar. Ik denk voor de meeste mensen dat ze hem zoeter zouden willen. Ja, het is wel vrij dun, zeg maar. Het is niet echt die pudding. Wel slimy, maar het is wel een stuk minder vet dan echt kokosmelk. Lekker. Ik denk dat je wel gewoon dit helemaal op kan eten. Omdat het gewoon kokosmelk met chiazaad is. Maar ik weet het niet. Laat maar even weten. Maar ik vind het wel lekkerder als de zaadjes heel zijn. En voor pudding vind ik... Ik weet niet. Ik vind deze structuur eigenlijk goorder dan die zaadjes. Zon. Het is nu gewoon een heel grappig alternatief voor yoghurt. Het is nu zeg maar zo dun dat je dus bij elk hapje eigenlijk ook een stukje fruit wil. Kijk, het is wel slimy. Maar dun. Ja. Ik denk misschien meer chiazaad en niet malen en dan wel met die kokosmelk, dat die dan wel dik wordt. En ik vind de smaak van deze kokosmelk heel lekker. Dagelijks 1 tot 3 eetlepels. Had ik eetlepels of theelepels, weet ik niet. Beter vermalen om alle voedingsstoffen eruit te halen natuurlijk. Ja, ik denk dat ik dit niet helemaal op ga eten. Ik vind het eigenlijk, denk na 2 happen ben ik hier nu wel klaar mee. Kokosmelk is trouwens ook lekker om te mixen. Hij was bijna op, dus ik heb hem nu met haver gemixt. Super lekker, maar ik heb hem ook wel eens met koemelk. En dat is ook lekker. Nou, weet je dat ook weer. Ik was dus gisteren trouwens bijna normaal. Alleen mijn schoonmoeder wilde een shoplog, dus ik had voor haar al een shoplog gedaan. Super cute. Maar ik had even weer een doorzichtig hoesjeplog. Deze zijn altijd echt binnen een maand geel en vies. Maar hij was 22 geloof ik. Het ziet er super leuk uit. Dat is gewoon een doorzichtig hoesje. Ik vind dat zo zonde als je een mooie iPhone hebt, dat je hem dan helemaal niet ziet. Dus ja, dat vind ik eigenlijk gewoon zonde. Want je kiest een iPhone, waarvan je vervolgens op de achterkant pas weer ziet op het moment dat je je iPhone verkoopt of zo. Ik verkoop hem nooit. Maar kijk. Tadaa. Nou, het blijft echt heel kort mooi. Dit wordt echt heel vies en geel, maar voor 22 vond ik het wel even leuk om weer even mijn eigen iPhone te zien. Ik had altijd dit hoesje van Lot. Die was hier wel kapot gegaan. En ik had waxstrips. Ik heb dit dus al, maar deze was nog best duur, €6. Maar ik vond dit soort dingen vind ik gewoon altijd zo handig. Want ik heel vaak natuurlijk zo'n strakke knot draag. Gisteren had ik dan mijn staart. Nou, waarschijnlijk is het gewoon wenkbrauwgel. Ik vind de verpakking er leuker uitzien dan deze verpakking. Magnesiumtaureaat. Ze hadden bubble tea rietjes bij de normal. Super leuk, want dit is echt heel moeilijk te vinden. Super veel. Maar ik vond het leuk om mee te nemen. Ik had een lekker kaarsje die een beetje ruikt naar koffie. Bij de TK Maxx. Een kleintje. En dit vond ik chill voor in je tas. Dit is een heel mooi merkje uit Denemarken, geloof ik. En dit was dan €2 of zo. Maar soms, als je wel make-up op doet, vind ik het toch mooier als het een beetje dewy is of zo. Dus ik dacht, lekker zo'n mist. Leuk voor in je tas. En 2 van deze blushes, ze zijn echt... Ze vervagen heel snel. Ik dacht eigenlijk ook dat ik uiteindelijk er 1 had gekozen. Maar ik kon geen keus maken, dus ik heb er waarschijnlijk 2. Ze waren €6,60, dus niet eens heel goedkoop. Maar ze zijn echt heel pretty. Alleen ze vervagen met je vinger heel snel. Dus je moet het echt deppen. Want als je dit doet is het weg. Ik had ook nog een facecream. Ik vond dit gewoon cute. Kijk, ik ga bij de normal dus niet Garnier of zo kopen. Want dat koop ik gewoon lekker 1 voor 1 bij de Kruidvat. Maar wel merkjes die je niet in Nederland hebt. En hier ben ik heel benieuwd naar. Want dit zijn Self Tan Drops. Hier ben ik echt heel benieuwd naar. Want ze zijn clear. Een klein beetje jelly lijken ze. Dit was niet zo duur. Dus dit is mijn meest benieuwd aankoop. Dit stond bij zo'n TikTok ding. Ik denk dat het gewoon gel is. Uiteindelijk werken ze allemaal. Die ik heb gekocht bij de DM hadden ze ook. Van Got To Be of zo. Die is hartstikke goed trouwens. Ik ben heel blij mee. En ik zal deze dan ook wel even gewoon meteen openmaken en laten zien. Ziet er heel pretty uit. Ik ben gek op blush, crème en zo. Kijk. Het leuke is als je dit in je tas doet. Je hebt geen kwast of zo nodig. Dus kijk. Er komt wel veel af. Maar dan ga je dus dit doen. Oh, ik moet zeggen, hij is beter dan in de winkel. Die winkel is heel waterig. Maar kijk, nu is hij al bijna weg, de kleur. Zie je dat? Dus ik denk dat je hem echt een beetje zo moet deppen. En nu zie je hem wel. Zien jullie hem? En deze is best wel bruinig. Je had ook nog een oranje tint, maar die was echt te oranje. Hoewel ik dus wel fan ben van peachy kleurtjes. Dat zijn verpakkingen toch eigenlijk zonde, hè? Maar ja, het zorgt er wel vaak voor dat je iets koopt. Ik denk dat hij in de winkel gewoon... ouder was of zo. Nou, weet niet, die winkel is pas net open. Het ziet er heel mooi uit. Het voelt een beetje cheap, de verpakking. Maar kijk, als je dan dus dept, heeft hij heel veel kleur. Wauw. Oh my god. En dan droogt hij ook heel mooi op. Dat gevoel had ik dus al een beetje. Maar in de winkel ging ik het uitsmeren en toen zag je niks. Ik deed zeg maar dit. En dan was het weg. Oh, dit is mooi. Dus ik dacht, dit is ook super leuk in je tas als je net een beetje jezelf een beetje zo'n brown, bronze, sun-kissed lookje wil geven of zo. Dit is Bellini en dit is Rosé. Leuk toch? Ik had nog wat snackjes en zo, maar die heb ik allemaal beneden gelegd. Voor TikTok, wat ik toch nooit meer doe. Wow, super veel kleur. En dat is voor mijn snor, die ik af en toe een keertje doe. Heel weinig, maar af en toe. Nou, dat was het. En dit is coconut matcha oatmilk. Oh ja, dit. Voor als ik echt moe ben en wel wil sporten, vind ik dit wel chill. Dit met vitamin C en blueberry. Ja, die dingen zijn zo lekker dat ik ze liever niet koop. Maar ik neem ze heel netjes alleen maar even dan voor het sporten. Misschien 3 keer gedaan nu in mijn leven. Maar soms ben je gewoon te moe en wil je wel trainen. En dan kan je beter dit wel nemen dan niet sporten. Nou. Ik zal ook even voor de grap die tan drop met een dagcrème. Maar zal ik er eens even eentje op mijn hand doen. Ze zeggen dat het dan ook 3 tot 4 dagen blijft zitten. Maar die drops die ik gebruik blijven ook niet zitten. Waarschijnlijk krijg ik een oranje. Volgens mij de periode dat dit soort dingen je op een wortel liet lijken is volgens mij voorbij. Ik ga dit niet wassen om gewoon even aan jullie te laten zien wat er gaat gebeuren. Wat staat hierop? Self-tanning drops that give a natural glow. Add 4 to 6 drops to your favorite Ivy Aya face cream or body lotion. Blend in your palms and apply to the face and wash your hands thoroughly. If wanting to wear makeup, then let it dry for 5 minutes before applying your makeup. The tan will gradually build up and will last 3 to 4 days. More drops is a deeper tan. The tan will be fully developed after 4 hours. Warning, the drops must be mixed with a face cream and cannot be used alone. Do not apply to broken, irritated or hypersensitive skin. This product does not contain sunscreen and does not protect against sunburn. So this is not appropriate. Dit mag niet. Maar we hebben hier ook een face cream. Vind ik echt zonde om die niet te gebruiken. Oh, ik vind dat dus heerlijk. Ik heb ook van die mini zonnebrandjes. Dat is gewoon heel lekker om in je tas te hebben. En soms, als je huid toch net een beetje droog. Vooral bij mij een beetje rondom mijn mond of zo. Nou, heerlijk crèmeje. Droogt heel snel op. We gaan het zien. Het is mijn hand maar, denk ik dan, hè? Alles voor jullie. Doe even een duimpje omhoog. Groetjes van deze mevrouw zonder hoofd. Sad. Dit heb ik echt nog nooit meegemaakt dat je een screen protector koopt die ook gecracked is. Oké. So let's do something satisfying then. Vinden jullie het wel? Hij is echt zwaar gecracked. Oké. En ook terug gaan naar de winkel, maar dat vind ik te veel werk voor €2. Oh my god, zijn er hier wel video's over? Ik moet er natuurlijk niet doorheen praten. Maar dit is best gevaarlijk, want dit is glas. Oh, er komt allemaal glas uit. Het is niet zo slim wat ik hier doe. Oeh, auw! Ik maak geen grap. Dit is echt niet slim. Er zit in mijn vinger. Ik maak geen grap. Er zit nu glas in mijn huid. Oké. En nu ligt er hier dus allemaal glas. Why am I like this? Why am I like this? Most people be like, oh no, it's glass, don't do it. I be like, oh, it's glass, let's break it into 1,000 pieces and make myself hurt. Dat was wel even satisfying, hè? Kijk, hier liggen dus allemaal kleine glasstukjes. Dat kan ik ook niet op de grond doen. Oké, ik heb dus gedoucht, dus waarschijnlijk is het eraf van mijn hand. Maar ik heb even wat crème op mijn gezicht meegenomen om het te testen. Oh, ik ben vandaag echt een beetje in het random gebruikt. Het is heel slimy. Hoeveel drops op hier? 4 to 6. Echt veel. Nou, ik hou het hier even bij. Maar ik blijf dit soort dingen nooit lang zitten, omdat ik altijd mijn gezicht heel goed oornig is. Het er eigenlijk altijd in de avond al eraf. Oh, hallo. Tegenlicht. We gaan het zien, hè? Maar eigenlijk heb ik nu te weinig drops. Maar ja, drops, er komen best grote druppels uit. Ik gebruik nog steeds die Clay & Glow dagcrème. Ook als ik iets wil mengen of zo, ik vind hem heel fijn. Echt extreem duur, maar heel fijn. Dus mocht er weer een keer zo'n 1+1 zijn, maar volgens mij wil dat echt nooit, dan zou ik hem wel weer kopen. Maar anders vind ik hem echt te duur. En die oogcrème gebruik ik ook, maar dat vind ik niet echt per se heel boeiend. Maar dit vind ik echt heel fijn. Oké, nou, ik ben dus heel wit, omdat ik dus pigmentcremes gebruik en niemand heeft het gecomment, maar het is een heel groot verschil. Ook op vakantie, de oplettende kijker moet hebben gezien dat ik echt veel minder pigment op mijn bovenlip had. En dit en dit. Maar goed, oké, ik ga mijn handen wassen en dan zie je het wel. Ik wil echt niet sporten, want ik zit natuurlijk helemaal nog niet in die vibe, maar ik ga wel. Peanut butter banana. Oké, dat was veel te heet, dus ik heb een wit oud shirt. Dat doe ik nooit aan, omdat ik het echt een heel raar shirt vind. Maar ik heb niks anders. Vooral voor de sportschool is het namelijk allemaal cereal. Maar oké. En ik heb een Gymshark legging dat een tijdje geleden voor de vakantie bij de sale. Poesie, even, je kan even nu niet naar buiten. Leggings besteld. In XL. Want die L'en die ik heb, die zitten eigenlijk zo strak hier. Maar ik merk niet heel veel verschil. Ja, ik kan iets beter ademen. Dus ik heb nu 4 leggings of zo in XL. En grijs, een keer voor de verandering. Poesie. Jeetje, een drama queen. En een t-shirt is echt nooit leuk bij mezelf, maar we gaan gewoon sporten. Een kort topje, daar is het te koud voor. Daar voel ik me ook te blown up voor. En een trui is te warm, dus ik vind het echt best wel prima staan. Iedere keer als ik het vuilnis moet weggooien, denk ik nu aan Monica Geuze die mensen uitnodigt om te komen eten, zodat ze haar vuilniszak weggooien. Zo grappig. Ik heb lekker weer een nieuwe Geuze gorgels in mijn oor. Ik vind een grijze legging wel heel leuk voor de verandering. Oké, let's go. Deze is echt heel vies. Een Dextro is altijd lekker, maar dit is echt gatver. Nee. Dit terug van sporten en wij eten dit met... Gewoon gekeken wat er in de koelkast lag. Dit is courgette met zout, olijfolie en peper. En dan een beetje mozzarella, want we hadden nog maar 1 tomaat. Dus ik heb dit gedaan. Een soort pizzaatjes. En we hadden bij het Geertje een geitenkaas gekocht, maar die vonden we niet lekker. Dus ik dacht, dan ga ik dat hier helemaal lekker overheen doen. En dan hoop ik dat die smelt en lekker wordt. Misschien hier nog even een stukje. En dat gaat dan het liefst zo lang mogelijk de oven. Ik ben benieuwd. Verras me. Kijk uit. Gleuven glijden. Een gleuven glijden. Gleuven glijden. Daar zit in een gleuven en glijdt. Ja. Dus, oh, zo'n leuk programma dit. I love it. Ik vind het er altijd al fantastisch, want ik heb ook zo'n fascinatie voor accentjes al mijn hele leven. Heerlijk. Ik moet Head & Shoulders kopen, wat erg zeg. Het grappige is, vroeger zei iedereen al tegen me, ga dan een keer naar een goede kapper, maar ik ben echt 2 maanden geleden nog voor 180 euro naar de kapper geweest. Chia pudding. Wel heel erg zeg. Breakfast om half 3 middags. Ik was zo lekker aan het douchen met haar eventjes. Toen dacht ik van, ik zocht even een soort andere shampoo omdat mijn Olaplex niet meer werkt. En toen zag ik dat bruine haarmasker spul dat ik vroeger altijd gebruikte. Toen dacht ik, oh, dat doe ik even in mijn haar. Want ik vind het wel leuk om weer een keer een beetje een bruin tintje te hebben wat uitwasbaar is. En toen was het dus blauw. Zal ik met een drol op mijn hoofd naar de winkel gaan? Ik zou het niet doen. Oh, het ziet er echt niet uit. Ja. Oh, wat erg. Jongens, ik ga even naar de supermarkt lopen zodat ik heb bewogen vandaag. Het is wel toepasselijk dat vandaag Pride is en ik blauw haar. En ik ging lekker met mijn oma een rollatortje even naar de winkel. Wat ik even wou lopen. Maar natuurlijk zit de kar weer lekker vol. Wij kijken dus trouwens de serie Knokken Of. En hij is echt heel leuk. Op Netflix. Het is een Vlaamse serie met ook Nederlandse mensen. Een beetje veel seks hebben, maar hij is wel echt goed. Vandaag kregen we dit gratis bij de Oppie en dit. Ik heb ook dit gekocht. Wat bij de Action waarschijnlijk 1 euro kost. En hier 6 of 7. Echt ziek duur. Brood en tomaten en erwtskier. En nog wat smaak heb ik. Oeh, light mozzarella. En dat was het. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. No comment. Ze hadden je dikke frieten niet. Ja. Ze gingen heel veel foto's sturen, maar ik wist al dat je niet zou antwoorden en ik had geen zin om je te bellen. En ze hadden ook je brood niet. Kijk dit dan, ik doe de garnalen in mijn zelfgemaakte boter. Het ruikt gewoon echt naar zo'n tapasrestaurant, weet je wel? Heel lekker. Deze neem ik niet, maar wel de shrimps. Yummy. Dit ziet er dus niet zo lekker uit, maar die courgette heeft zo lang in de oven gezeten, net als gisteren. Toen was hij minder lang in de oven trouwens. Het is helemaal uit elkaar valt. Echt heerlijk. En dus met die geitenkaas die we niet lekker vinden. En die is super lekker juist hierbij. Dus dat is top. En dit neem ik niet. Dit ook niet. Lekker shrimpjes en salade. Rozeetje. Helemaal lekker. Jeetje. Head and Shoulders. Head and Shoulders. Dat is echt heel erg. Ik kan wel zeggen dat het ergste is dat ik ooit met mijn haar heb gehad. Het was echt verschrikkelijk. Dus ik moet het even wat gaan aanpakken. Het is ook echt aan de bovenkant het allerergst. En dit is gewoon een soort van grijsblauw. Beetje bruinig. Maar het lijkt nu minder erg dan het is ofzo. Het is echt heel erg. Net welke trouwens. Jezus. Mooi zootje hier. Zie je dit? Er zat ineens een inktvlek op deze handdoek. Geen idee hoe dit hier komt, al een tijdje geleden. Die kleur was het voordat ik het echt 10 keer heb lopen spoelen met dit. En dat is de enige normale shampoo die ik kon vinden. Goed. Ik doe het even zonder water. Nou zeg, volgens mij ruikt het wel altijd lekker. Nou, daar gaat je haar. Jammer, je kan dus niet zien of het blauw wordt, want het is blauw. Gisteren zag ik die shampoo helemaal blauw worden. Gewoon gespoeld. Het schuim was helemaal blauw. Toen dacht ik, yes, het is er wel uit. Maar dat was niet. Vroeger heb ik het natuurlijk, ja, ik vlog al 8 jaar. Ik heb al vaker haardrama's gehad en ook wel Head & Shoulders gebruikt. Maar volgens mij is dit wel het ergste haardrama wat ik ooit heb gehad. Dat boeit me nu alleen iets minder. Maar het is echt zo lelijk dat het gewoon mijn hilarisch is. Het is ook niet dat ik nu helemaal mooi blauw haar heb of zo. Van oké, het is een stilo. Het is gewoon echt heel erg mislukt. Maar ik denk dat misschien zonder Head & Shoulders het ook wel eruit was gegaan hoor. Kijk, het lijkt echt wat lichter vandaag. Ik weet niet of dat kan. Olaplex, het werkt even niet meer of zo. Mijn haar is echt niet meer zo zacht sinds 2 maanden of zo. Een maand. Dus ik ging even op zoek of ik een andere shampoo had. En toen vond ik dus, oh ik moet even laten zien. Van die kleurmaskers. En ik gebruikte altijd die van Maria Mila. Maar ik had er ook een keer eentje gekregen bij een kapper. Volgens mij, nee ik weet het niet eigenlijk. Ik heb het nog niet gebruikt op 1 keer of zo. Dus dan laat ik die gebruiken. Ik weet niet als ik het langer had laten zitten of het dan wel bruin was geworden, maar ik neem aan van niet. Dit is de boosdoener. Ja, of het ligt gewoon aan dat je dit niet op blond haar kan doen. Houdbaar tot 4,22. Oké, ik weet wel dat er een houdbaarheid krijgen of dat. Ik denk nog steeds niet dat het daardoor komt, want ja, ik zou denken verf is verf. Oelalalala. Wat een zooitje ziet het er hier uit, hè? Ja. Ga je s'avonds naar bed en dan wil je het hier allemaal lekker op. Oké, even snel, omdat ik nog steeds vragen krijg, heb ik het heel vaak gedeeld. Mijn matcha is nu op, dus ik ga nu verder op deze. En je ziet dat dit echt geen, ik vergeet het, Celestial Ceremonial matcha is. Hij is veel doffer en minder fel. Maar hij is wel echt heel lekker van smaak. Dit is de enige doffe die ik wel lekker vind van smaak. Deze vind ik echt heel vies. Maar die is ook echt niet groen. Echt hoor. Maar die gebruik ik soms om een beetje mee te bakken ofzo. Ik had gehoord dat je gewoon heet water moet doen, dus ik doe nu geen kokend water meer. Water om mee te wisselen. Kijk, je ziet dat hij heel donker is. Deze heeft ook wat meer klonten, maar die gaan uiteindelijk wel weg. Ik zou denk ik een nieuwe whisk moeten kopen, want hij valt best wel een beetje uit elkaar. Maar hij doet het nog. En dan even die klonten meepakken. Die heb ik dus niet bij die matcha & co matcha. Bij deze wel, maar het gaat weg. Maar ik zag dus op vakantie, ik kon geen matcha maken zonder dit ding. Kan gewoon niet. Kijk, zie je, er valt al een takje uit zelfs. En ze zeggen, maak een soort van W-vorm of zo. Halve minuut tot 45 seconden. Doe ik tegenwoordig wel. Gaat lekker schuimen. En ik hoorde gisteren dat je de echte ceremonial matcha, dat die dus maar 1 keer per jaar geplukt kan worden. Dus ik snap wel dat het heel duur is. En dit soort matcha's zijn dan de 2e of 3e plukking of zo. Zo interessant. Zie je dat er nog steeds allemaal klonten zijn? Nou, dat heb je dus normaal niet. Dit is dus wat je wil. Dan doe ik al nog even dit onder de kraan, een drupje water. Deze is gewoon geweldig in combinatie met... Ik neem dus nu voor de 3e dag 2 van dit soort glazen in plaats van koffie. En nu schenk ik dus mijn pak op, waardoor het er niet in past. Belangrijk dat je in 1 keer door kan schenken. Ik heb dit echt nooit dat mijn glassen vol zit. Maar als ik film ga ik altijd een beetje anders doen. En eigenlijk is deze portie matcha voor zo'n groter glas bedoeld. Alleen er zit nu de chia pudding in. Kijk, gemalen met mango en normale. Meestal doe ik het dus hierin. 2 schepjes. Dus mijn matcha is nu vrij sterk. Is dit heel erg satisfying. Mooi hè? Heerlijk. Nou, dit is ook wel heftig wat ik heb gedaan natuurlijk. 20 minuten of zo op droog haar. Maar ja, ik zie niks gebeuren. Nou, ik ga het gewoon denk ik heel vaak even wassen in de douche. Tot later. Oké, het zit er nog best wel heel erg in voor hoeveel ik heb gewassen. Ik heb daarna nog denk ik 3 of 4 keer gewassen. En toen nog Olaplex. En mijn masker. Maar het is eigenlijk wel echt veel minder. Dus ik heb wel hoop dat het eruit gaat. Dit is gewoon het allerergst, die voorste pluk. Hij is ook nog eens heel lang. Maar het is nu meer een waas dan dat het echt blauw-blauw is. Dus ik vind het al een stuk beter. Kijk, als je dit doet, was het hier eerst echt blauw. Ja, als ik zo kijk, het is nu gewoon een waas. Als het door je hele haar zat, leek het nog bijna alsof het hoort. Maar ja, kijk, ik ben hier helemaal bruin van mezelf. En dan dit. Ja, het haar is hier gewoon zo lichtblond dat het gewoon meteen heeft gepakt. Met blauw, terwijl het spul bijna zwart was. Maar goed, het gaat dus uiteindelijk wel uit. Maar ik ga het echt niet morgen weer wassen. Dit boeit me namelijk niet heel veel. Oké, wij gaan lekker even wandelen om haring te halen. Want we willen even wandelen. En dan hebben we dat als doel. Kijk! Dat heb ik nog nooit volgens mij gedaan. Ja, ooit. Ik heb €15 gewonnen hier. Met mijn jacht. Nou, met deze heb ik niks gewonnen. Ik moest blijkbaar een soort barcode ook openkrassen. Dat wist ik niet. Mijn winst was 15 en daarvan heb ik nog een lot gekocht van 10. Want ik twijfel net over nummer 10. Deze ga ik wel thuis passen. Maar ik heb wel nu €10 verdiend, hè? Ja. Is toch leuk? Volgens mij heb ik nu nog €5 verdiend. Ha, zit maar een beetje te wachten. En we zijn weer thuis. Oh, het is wel iets blauwer trouwens dan ik dacht. Ja, oh. Ik probeer dus nooit echt tasjes te kopen en altijd mee te nemen. Maar we dachten, we gaan niks kopen. Maar hoe chill, dit tasje. Ik dacht oké, plastic tas is 50 cent. En dit 80, dan ga ik voor dit, want dat kan je herbruiken. Ze hadden mijn geel, blauw, roze. Maar hij was 50 cent. Ik vind het echt super. Echt fantastisch. En je kan hem ook, ik bedoel, je haalt even die plastic bodem. Doe je weer zo rechtop. En dan, kijk. Ideaal. Ja, ik hou ervan. Het zag er ook nog eens leuk uit toen Haam ging tillen. Haha. Nou, lookje hoor. En we hebben lekker vanochtend een beetje opgeruimd en zo. Ook een beetje gechilled. Nu dus 8000 stappen gezet. Heerlijk. Vanavond weer lekker simpel eten. Een beetje borrelen. En nu gaan we weer even verder met Undercover kijken. We hebben deze week zoveel tv gekeken. We genieten echt onwijs. Dat doen we normaal helemaal niet. Echt zo'n weekje ervoor. Allemaal films, series. Lekker samen. Heerlijk. Het is best leuk als ik een beetje iets met mijn haar zou hebben trouwens. Ik vind het ergens wel iets hebben. Nee, het is gewoon nu niet mooi. Ik werd gewoon een beetje gek van dat saaie blond. Dus, snap je wat ik bedoel? Als het zeg maar mooi was geweest, vind ik het wel een soort vibe. Maar het klopt nu gewoon niet. En hieronder zit bruin en hier zit bruin. Maar iets van een tintje zou ik misschien wel leuk vinden de volgende keer. Of een wash-out die niet verkeerde kleur wordt. Ik ga kijken of dit lekker is. Ik wou Malibu, maar dat hebben we niet. Ik ga een scheut boswand. Deze boswanding staat wel heel lang open trouwens. En er zit melk in. Is dat nog wel goed? Het is wel veel wat ik erin heb. Oh, het is ook nog eens groen. Dat is leuk. Dan doe ik 1 schepje matcha. Meestal neem ik 2 matcha's op een dag. Maar ik had er vandaag pas 1. En ik dacht, nou... Then I'm going to make a matcha cocktail. Hoe kan het dat hij ineens helemaal uit elkaar valt? Ineens is hij op. Zo foamy en lekker. Ik weet niet of banaan lekker is met matcha. Maar ik denk dat Malibu of wit chocoladelikeur sowieso lekker zijn. Mijn haar. Kijk. Helemaal groen. Huh? Is echt heel apart. Want het eigenlijk is raar, omdat het met matcha is en kokosmelk smaakt het gewoon naar mijn matcha van wat ik 's ochtends drink. Dat is lekker. Maar misschien moet er nog iets meer. Je proeft heel erg de banaan. Ik denk nog een heel klein beetje white chocolate. Eigenlijk proef je alles, maar ik weet niet of ik het per se... Het raar is dat het bijna hetzelfde smaakt als een matcha latte. Misschien een soortje vodka of zo, maar ik hoef niet zo heel sterk. Mega veel schuim op, maar ik heb dus niet zo'n ding om dat schuim eraf te krijgen. Maar het is echt heel veel schuim. Kijk dit. Zo, de knetter. Ik wil geen ijzer bij. Wauw. Oh, ik kan er hier gewoon nog een mee vullen. Grappig. Ziek mooi ziet het eruit. Wauw. Bizar. Dan vraag ik me dus af, waarom doet niemand dit? Echt geen enkel Nederlands recept. Kijk nou hoe prachtig. Beautiful. Laat me even weten of jullie ooit... Oh, je stelt niet scherp. Oh ja. Ergens een matcha cocktail hebben gezien. Het is in ieder geval lekkerder dan wasabi cocktail. Ik ben heel benieuwd als hij zonder banaan is. Want nu proef je echt wel banaan. Maar ik vind het wel een goede mix. Maar het wel heel overheerlijk. Nou ja, ik bedoel, je proeft heel erg de banaan. Het is gewoon alsof je nu zo'n bananenkoekje met matcha eet. Ik vind het wel interessant. Wil jij het proeven? Of je het nog steeds naar grond vindt smaken? Lekker, ja? Want jij vindt matcha heel vies. Maar proef je de matcha wel terug? Nee. Oh, ik wel. Lieve mensen, het is inmiddels maandagochtend, dus ik ga de week vlog afsluiten. Ik ben weer heerlijk aan het genieten van jullie reacties. Echt, sommige reacties zijn zo lang en zo lief. En dan denk ik echt, wauw, gewoon... Sommige reacties doen me gewoon denken aan als een mentor of zo, een positieve mentor dan. Mij echt zag of zo, op mijn werk of op school of waar dan ook, of op musical. En echt zag wie ik was en daar dan iets over zei. Sommige van jullie als kijkers vind ik zo bijzonder. Die reageren en die pikken dingen uit de vlog dat ik denk, wauw, dit zijn echt de typische Charlotte dingen. En ik vind het zo bijzonder dat jullie dat eruit halen, dat zien. En dus zo trouw kijken en dat ook nog, nou ik weet niet, het geeft mij een heel erg voldaan gevoel. Die reacties, die echt, weet je, de hartjes en alles vind ik ook leuk. Maar sommigen denk ik, zo, ik vind het zo bijzonder hoe jullie mij zien. Doordat ik deel mijn leven echt zoals het is. Tuurlijk laat ik echt wel eens dingen weg, maar het is allemaal 100% echt. Dus ik vind dat zo tof om dat dan terug te lezen. Dat ik denk, jullie zien mij echt. Maar het komt natuurlijk omdat ik het echt deel. Maar ook door hoe jullie kijken. Ik vind dat tof. En bedankt voor die reacties. En nogmaals, ik zeg het elke keer, maar de reacties zorgen voor een beter bereik. Voor betere views. De views zijn nu weer wat lager. Ik kan er best wel snel niet over wakker liggen. Maar wel denken van, ah shit, gaat het weer achteruit. Maar dan lees ik die comments en denk ik, ja, volgens mij gaat het hartstikke goed. Vind je het hartstikke leuk, dus bedankt. Maar reageer dus ook vooral, natuurlijk om het te helpen met mijn kanaal, maar vooral omdat ik het zo leuk vind. Ik neem er echt de tijd ervoor om eventjes te lezen en te reageren en ik geniet er zo erg van. Dus thank you very much en tot bij de volgende week vlog. Bye!